Op plek, vroeger zat. Daar was het een keer leuk om te variëren. Maar het heeft weten of ik dit plek leuk vind, of het andere plek ook leuk vind. Laat het weten hieronder in de comments. Ik heb jullie een nieuwe video en vanavond nu om 7 uur. En het gaat over iets een keer iets over spreken is. Ik kreeg gisteren een comment binnen op mijn video's. Wat dan guys, en leuk te kijken deze nieuwe video op mijn kanaal. Zoals jullie weten, heb ik net verteld over een video, een comment waar ik echt niet echt veel van begrijp. En terwijl ik gewoon best wel 3 jaar bezig met YouTube bezig ben. En dat vind ik een beetje jammer dat het zo gaat. En geef je die comments hieronder in beeld, net als altijd. Dus in Facebook comment op de duidelijkheid. Facebook Nederland. Je kan een YouTube comment. En degene die comment dat volgt is. Ik heb echt mijn lijden met je. En ik zou eerst even weken in een rolstoel voor mijn gebroken been. En pik en prikken en in mijn buik neerzitten. Ik. Ik heb hoe je leeft. Helemaal soms niet leuk. Maar het moet soms, moet het zelf leuk van maken. Ik zou het niet leuk van maken. Ik zou het leuk. Ik zie dat je het leuk hebt. Soms gaat het door met YouTube vriend. Dankjewel. Ik heb er wel ook terug op gereageerd. Ik heb terug in de comments. En die video was van gisteren. Nou, van eergisteren geworden. Ik weet niet zeker. Maar goed. In ieder geval. Het is namelijk zo dat. Ik ben niet zielig. Ik zit niet in de roze om een grote been. Voor de duidelijkheid, ik zit gewoon op mijn rolstoel omdat ik gewoon. Echt een back ben en. Ja. En het is totaal niet zielig hoe ik leef. Ik heb het natuurlijk weer anders op een andere manier. En. Ja. Het is gewoon niet leuk om het dingen te horen van een persoon. Die niet vanaf weet hoe het is. En daar heb ik gewoon moeite mee trouwens. En ja, ik heb er gewoon moeite mee om dat zo te lezen. Van, oh, ik heb medelijden met je ook niet medelijden met te hebben. Zoals je kan zien in de vlogs. Heb een leuk leven. Doe ik het leuk op YouTube. En nog wat anders. Ook een comment kan ook bij van, oh, ik wil jou gewoon weinig weergave. Ja, en? So what? Ik ben geen Isaac Nol. Ik ben geen Masha. Ik ben Isaac. Iedereen doet het op zijn eigen manier. Net als het idee dat je kunt voor het geld doen. Dat is niet zo. Ik krijg geen strategie voor. En dat komt ook niet eens te hebben eigenlijk. Gaat er maar even lekker wat aan te doen. En niet anders. Het eigen puur is lekker dat ik het krijg, maar. Kun je mee? Helemaal niks. Daarom maak ik er geen video's daarvoor, zeker niet. Gewoon omdat ik leuk vind om te doen die video's te maken. En ja, dus ja, laat even kijken op YouTube, op Facebook, op Instagram, wat leuke comments eronder zijn. Met comments van de maand, dus ik ga even kijken. Ik had namelijk ook een sticker in mijn Instagram story gezet. Dat was namelijk het volgende over een ASCII-zak en diegene reageerde terug. Over comment gesproken, over wie gaat hem gebroken. Vind jij het jammer dat je de vuur wat meer achteruit zou gaan? Zijn achteruit gaan? Nee, dat vind ik niet jongens. Het is niet jammer dat de comments eruit hebben gegaan op mijn video vlogs. Zeker niet, nogmaals,
doe het graag gewoon wat ik leuk vind en niet anders. En dan kom ik zielig gesproken, ik wil zielig geworden worden nogmaals. Ik wil nog één keer daarna zo nadrukken dat het niet zo is. Echt niet leuk. Ik weet dat jullie wel moeten beginnen. Ik moet kijken, maar nee, de volgende keer niet meer. Maar goed, vond je voor jou dan leuk? Zeker dikke tijd omhoog. Vergeet niet om te abonneren als je nieuw bent. Vergeet het belletje aan te drukken. Daar zou ik nog altijd op mijn video's en post kunnen zien. Wanneer die in je zitbox zou komen. Dan zie ik jou elke dag om 7 uur ochtends een nieuwe vlog. En 7 uur avonds ook een nieuwe video. Jeetje, ik hoor dat ik weet, dat leuk vind je af en toe. En als ik vandaag ook om een hele nieuwe serie. De volgende serie komt, dus hoe je niet te passen op een serie komt. En straks zeg ik wel tot de volgende.